Hey lieve kijkers, super tof dat jullie kijken naar een nieuw vlogje van Familie La Cap. En Devran, wat zie jij er vandaag smoed uit? Haartjes fresh, alles. Want jij gaat vandaag op date. Devran gaat vandaag voor het eerst in zijn leven op date. Heb je er zin in? Ja. Maar als jij op date gaat, moet ik je wel wat tips geven. Ja. Weet je wat heel belangrijk is? Nee. Punt 1. Goed uitzien. Maar je ziet er al goed uit. Haartjes gedaan, tandjes gepoetst, een luchtje op. Oh wacht, je hebt alles gedaan behalve een luchtje. Een luchtje op. Een lekker luchtje. Ruik je dat? Ja. Kijk, daar houden vrouwen van. Niet te veel. Maar het volgende, Def, wat ook heel belangrijk is, zijn complimentjes geven aan je date. En weet je wat je dan moet zeggen? Nee. Complimentjes zijn, je ziet er goed uit. Dat ruik je lekker. En dan gewoon alles zeggen wat je mooi vindt van haar. Okay. Ja? En dan moet je altijd een beetje verliefd kijken. Niet te veel, maar wel een beetje verliefd kijken. En weet je wat je ook moet doen? De deur open doen. Oh ja, en wat ook heel belangrijk is. Nou, we hebben bijgepakt. Jij moet vandaag alles gaan betalen. Dus jij krijgt mijn pinpas, mijn geld. Alsjeblieft. We hebben net iets gekocht voor jouw date. Een mooie bosje bloemen. Dus die moet je zo meteen geven. En we houden alle vrouwen van? Chocola. Chocola. En altijd handje vast zo en deur open doen. Ja. Ja? Ja. Dus zullen we je date maar ophalen? Ja. Kom, Daddy. Hoi. Hoi. Hallo, date. Nou, we zitten in de auto en net zegt Devran tegen mij, wat zie je er mooi uit. Ja. Dankjewel lieverd, jij ook. Wat vind je het mooiste aan mij vandaag? Je kleding. Mijn kleding. Echt een schatje gewoon. Hey, maar ja, we gaan dus op date vandaag met z'n tweeën. Dit is de bioscoop. Oh, ja, oké, je hebt al een planning bedacht, dus gaan we samen naar de film toe. Nou, dat vind ik wel echt super leuk om te doen op een date. Dus gaan wij lekker samen naar de bioscoop toe? Ja. Nou, dan gaan wij dus nu op naar de film. Nou, we zijn aangekomen en kijk eens wat meneer heeft gehaald. Hij heeft mijn schoonmaak gehaald. Heb je zin in? Ja. Ook echt super, super veel zin in vandaag lekker met z'n tweetjes. Maar goed, bij een film maakt natuurlijk ook wat. Lekker. Dus gaan we eventjes wat lekkere dingen uitkiezen voor bij de film? Nou, ja. We hebben hem nog. Nou, dit is lekkers wat Devran heeft gehaald. En we hebben lekker een popcornje van de film ook waar we naartoe gaan. Met draken. Lekker wat te drinken. Zullen we naar de bioscoopzaal toe? Ja? Ja. Binet, de attractiemaker. We openen de carousel. Ik heb de beste baan. Oh, lekker de film. Volgens mij kan dat beter. De geruchten zijn vurig. En de bevolking is zo keurrijk als dat kan. Ieder doorsnee paradijsje prijst zich om zijn... 2 hours later. De film is afgelopen. Hoe vond je hem, schat? Leuk. Het was zo'n gave film. Het was die film Moed en Mieden Draag. Een van de leukste films waar ik de laatste tijd ben geweest, moet ik zeggen. Hij was echt heel vet, hè? Dus hij is alweer afgelopen. Dit was het eerste deel van onze date. En ik vond het super leuk, ja. We wilden haar jointje tegen elkaar aan, hè? Oh, je bent zo schatje. Gaan we nog meer dingen doen? Was dit de date? Nee. Meer? Ja? Ik ben benieuwd. Zullen we hier maar gaan dan? Kom, gaat. Kijk op de hand van jou. Meneer? Ik heb geen hand meer op de date. Nou, dat vind ik echt niet leuk hoor. Ja! Woe!
Dara wil de deur open doen voor mij. Kijk nou, wat een heer. Dankjewel, lieverd. Nou, dit is de film. Oh, daar gaan we. Waar we dus zijn geweest. Echt super vet, hè, Dara? Ja. Wat, is dit jouw lievelingsdraak? Dat is ook een hoofdrol speler. Die of niet? En hij werd verliefd. Op wie werd hij verliefd? Op wie werd deze draak verliefd, schat? Op die draak, hè? Ja, die twee zijn ook samen verliefd, hè? Dat waren maatjes. En zij gingen ook op eerste date vandaag, hè? En wij dus ook. En hoe dat zit trouwens, dat wij op date gaan. Want op wie ben jij verliefd? En met wie wil jij trouwen? Huh? Dat ga je nu niet meer zeggen. Met wie wil jij trouwen, schat? Ja. Met mij. Hij zegt altijd dat hij met mij wil trouwen. Dat is natuurlijk de leeftijd. Maar ja, ik wou gewoon heel graag even een keer iets met Debran doen. Want ja, we doen best wel veel met Eli nu Debran natuurlijk op school zit. Hij loopt nu gewoon weg trouwens. En hij is ook ziek geweest de laatste tijd. Dus het leek me leuk om even een keertje alleen wat met Debran te doen. En volgens mij heeft hij het wel naar zijn zin. Want hij zit ook weer lekker in een aardige prankbui. Debran, waar ben je nou? Lieverd, je had nog wat ideetjes toch? Ik ben benieuwd naar de rest van de dag. Kom, maar dan moet je niet gaan verstoppen, hè? Anders ben ik mijn date straks kwijt. Kom, lieverd. Nee, die gaat niet mee. Nee. Nou, wij zijn alweer naar de volgende bestemming. Het is even lastig zo, schat. Ik ben een stukje hoger. Ik heb hakken aan en jij bent helemaal naar beneden. Maar we hebben wel weer lekker de handjes vast. En wat was het volgende wat we gingen doen? Freakshake. We zijn dus naar Utrecht stad toegegaan om een lekkere freakshake te halen. Dus wij gaan lekker samen een drankje doen. En wat lekkers erbij. Ja. Nou, daar maak je mij gelukkig mee. En jij volgens mij ook, hè? Huh? Wat je hoort. En nu hoor je een motortje, maar wat wij ook horen. Wacht, hou ik zo eventjes laten horen aan iedereen. Oh, nu is het stil. Weet je wat dat was? De kerk. Want we zijn in de stad. Ja, shh, is dat? Ik weet niet of jullie het horen, maar die bellen, die luid, dat is de kerk. Mooi, ja. Hè? Nou kom, wij gaan samen weer binnen, want wij gaan even dus lekker een drankje samen doen. Oké, we zijn aangekomen bij het tentje. Het is heel erg druk. We moeten heel wachten op ons drankje. Maar er is wel iets heel lekkers gedaan, hè? Zullen we het laten zien? 3, 2, 1. Tada! Nou, Debran heeft een cupcake. Unicorn cupcake. Ik weet niet hoe het eruit ziet trouwens. Het ziet er echt super goed uit, hè? En ik heb een Oreo Red Velvet taartje. Die ziet er ook echt fantastisch uit. Hij snapt niet hoe hij moet eten. Nou, ik denk dat het goed gaat komen. We laten zo dan ook even de freakshake zien. Hè? Dat is dan ook natuurlijk super uitzien. En dan gaan we lekker zwemmen. Niet smakelijk. Oh, Debran. Proost. Proost. Oké, okay, een moment van de waarheid. Gaan we hem laten zien? 3, 2, 1. Ja. Wat een mega ding. Zo heel veel, hè, Debran? Cupcake kreeg hij al niet op, dus die gaan we gewoon meenemen. Eerste slokje. En hoe is die? Mooi, hij smaakt goed. Nou, schatje, goed. Chocolade. Ja, chocolademilkshake met ja, dus een hoop zoetigheid erbij. Nou, en toen waren we net van het lekkere cafeetje. We zijn een lekker stukje gelopen door Utrecht stad. En we zijn uitgekomen. Waar zijn we gekomen? Ja, bij bowling. En we dachten, nou, we gaan eerst even lekker een hapje eten. En dat gaan we zo meteen doen met deze geelplaat. En daarna gaan we ook nog even lekker bowlen, want we hebben ook nog een bowlingbaan gereserveerd. Dus het komt helemaal goed met onze date, hoor. Heb je er zin in? Vind je het nog leuk? Ben je nog verliefd op mij? Vind je het nog steeds lief en leuk? Ja. Ik jou ook, Mimi. Nou, we hebben al lekker vleesjes erop gelegd en wat groenten. En ik heb een vegetarisch bordje, dus alles wat je erop ligt is lekker vegetarisch. En dan zou ik zeggen, schatje, gewoon proosten. Proost. Op een hele perfecte. Ja, duh. En je moet wat drinken en elkaar in de ogen kijken. We hebben geproost. Stil. Kom. Kijk elkaar in de ogen. Hij keek echt zo naar mij. Lekker eten.
is gewoon maat 50. De schoenen gaan hier tot maat 51. Zet je voet er eens naast. Pas je wel, toch? Nou, ik weet niet of er voor jou schoentjes zijn. Dit is de kleinste maat. 29. Hij zit net in 27, 28. Dus we kunnen het even proberen. Anders moet je op je eigen schoentjes, ja? Nou, ik heb mijn schoentjes aan. Die van Dara waren nog net iets te groot. Dus die gaat op zijn eigen schoentjes. En hij zegt net, ik vind je hakken mooi. Wou je dat ik op die hakken ga bowlen? Ja. Het lijkt me niet echt een heel slim idee. Als we moeten misschien nog naar het ziekenhuis op onze date. Dat is niet zo leuk, hè? Nee, daarom. Dus ik hou het lekker op de schoentjes. Oké, schatje. Ik ben als eerste naar de beurt. Krijg een gelukskusje? Kom op, ik kan het, hè? Nou, hij is er bijna hoor. Hij is er bijna. Oh. Ja? Nou. Dat ging goed hoor, liever. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. Now, bonus. Hoe vond je dat? Leuk, en ik heb gewonnen. Nou, we hebben de eindscore niet gefilmd, heb ik vergeten. Maar zoals jullie al een beetje hebben kunnen zien, ik heb er vandaag echt niks van gebakt. Ik ben echt slecht, hè? Ja. Nee. Oh, ja? Ja of nee? Nee. Nee? Nee. Vond je dat ik goed was? Ja. Oh, dat is echt de liefde. Nou, we hadden beneden nog een speelhal gezien of iets was het. Ja. Dus daar wouden we ook nog heel even graag heen. Het is een lang dagje, lange date. Maar vind je het nog leuk met mij? Ja. Dat betekent dat de date nog niet is afgelopen, maar dat wij nog wat leuke dingen gaan doen. Dus ik wil weglopen en hij zegt tegen mij, vind jij dit meisje mooi? Schatje, wij zijn samen op date. En jij kijkt naar andere vrouwen en vraagt aan mij of ze mooi zijn. Wie is knapper, zij of ik? Jij. Oh, gelukkig. Oeh, anders was mijn hart echt gebroken hoor, Debra. Jij. Jij! Jij! Ik loop bijna weg van jij bent mooi! Oké, want anders ga ik weg en dan is deze date wel klaar voor vandaag. Wie is leuker? Jij! Oké. Laten we hopen dat je de waarheid spreekt. Ja. De hele nieuwe auto. We zijn dus in zo'n speelhal aangekomen. Je hebt hier allemaal spelletjes. En wij gaan even de spelletjes spelen. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Iets met Jurassic Park en zo. Zal ik maar het pasje erin doen, schat? Oh nee, wacht, jij hebt het betaald, dus dan mag jij het doen, schat. Je mag het hier voor houden. Aan jou de eer. Volgens mij moet je het weer ophouden. Ja, doe maar zoiets. Oh, jij hebt hem al. En ik? Oké, meneer. Ah! Oh my god, dit ding beweegt! Oh, het is één speler, Piet. Nou, ga jij ervoor, schat? Ik schrik me rot en dit beweegt gewoon. Kom op, Debra, pak je die noos. Hij is even geconcentreerd. Dit ding beweegt als een gek. Opperste concentratie. Oké. Wow. Dit je mede, mensen. Schatje. Hallo, Debra. Hij heeft gewoon geen oog meer voor mij. Hallo, Debra. Oh, oké. Ik dacht dat je het was vergeten, toch? Nou, hij heeft weer een nieuw spel gevonden. Zoals ik zei, hij is mij helemaal vergeten. Ik denk dat Debra dit iets leuker vindt dan mij. Debra? Ja.
Hij kijkt me niet eens meer aan. Mannen, hè? Nou, we hebben een spel gevonden om samen te gaan doen. Staat je heel hard muziek? Ik hoop dat jullie ons horen. Gaan we deze doen? Ja. Tik hem aan. Kom maar, schatje. Oh yeah, mama heeft 1 punt. Ja? Kom op, schatje. Nou, daar lopen we weer hand in hand. 8 keer. Je hoort inderdaad de klok luiden. Hij gaat 8 keer luiden. Hij is al een paar keer geweest. Want het is inderdaad alweer 8 uur 's avonds. Langer date zo, schat. Ja. Ik vind het echt een superleuk dagje. En jij? Ja. Ja? Ja. En wat vond je het allerleukste? Alles. Alles. Ja, en als je 1 ding moet kiezen? Alles. Alles. Nou, eigenlijk is mijn antwoord precies hetzelfde. Ik vond ook alles echt het leukst. En welke cijfer geef je vandaag? 100. En welke cijfer geef je mama? 100. En de belangrijkste vraag van vandaag is... Wil jij vaker op date met mama? Ja. Yes! Yay! Daar ben ik echt heel blij mee. Dan gaan we dat vaker doen. Ja, schat? Ja. Nou, bij deze, de date is dus helemaal geslaagd. Wij gaan ook vaker op date. Ik vond het hartstikke leuk. En ik moet zeggen, Debraan, ja? Je doet het heel goed. Handje vast, alles betalen vandaag. Lief zijn voor mama, verliefd kijken, kusjes, knuffels. Ja. Echt? Zal ik je iets verklappen? Ja. Je doet het eigenlijk zelfs beter dan papa. Ja. Dus dat betekent ja. Dat dit mijn beste date uit mijn hele leven is. Ga ik knuffel? Nou, wij gaan nu lekker naar de auto lopen. Als ze thuis zijn, ja. Ga je wel naar bed toe? Nee. Ik snap nee. Dat je nog heel lang een dagje met mij wil hebben, maar... Nee. Je hebt ook rust nodig. Nee. Ja, jawel. Oké, okay, nee. Daar zijn we nog niet helemaal over nee. Uit. Maar hij gaat straks naar bed toe. Ik ga lekker nee. Ook rusten bijkomen van de date. Wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Of niet dan? Geef alvast een duimpje op. En zeker een duimpje omhoog. Abonneer ons kanaal. En dan zien jullie volgende keer weer. Doei. Nog 1 liefdesknuffeltje samen. Doei lieve kijkers. Doei. Doei.